So there's that, I guess. I'll just lay here on the roof. I'll just watch the sky. Contemplate life some more. Worden wel vrij doof van dit soort bullshit. Oh joh, dat is echt. Oh, oké, goed. Hangt er nou een smoker niet aan het plafond? Wat heb je gedaan? Van mij hangt hij niet aan het plafond. Van mij ligt hij hier gewoon buiten. Hier zo. Kan ik hem niet oppakken? Ah. Mij lijkt het echt geweldig om met als vaandel zeg maar met een smoker neer te doen. Dude. Oh ja, bij mij hangt hij nu wel aan het plafond. Zo. Probeer doof te worden. Gelukkig maak ik de buren niet wakker. Als iemand nog slaapt in deze town. Ik bedoel, wij zijn nu legit doof. Mijn character is tenminste doof. Ik weet niet hoe ver die is. Ja, voor mij is hij ook doof. Jelle, yeah. We need bigger guns. Oh. What is going on? Gunfire everywhere. Oh, dat is niet goed. Dat is niet helemaal Jelle. Dat is niet eerlijk. Wat? Ik zat mensen te beschieten. Toen opeens kwam er een tank om de hoek rijden. Oh, ja dat. Oh. Oh. Waarom pak ik ook echt een wapen zonder ammo? Dat vraag ik me dus ook een beetje af. Een ding. Waarom deed je dat? Oh, daar is hij. Ik heb de BNB niet gevonden. Nou, dat was het gebouw in ieder geval. Is ons gebouw kapot? Gedeeltelijk. Mis. Ik heb hem gemist. Nieuwe raket pakken. Oh, inderdaad. Hallo. Hoi Jeroen. Op je heuveltje. Ik was dat die tank hier nu achter ons rijdt. Wat heb je voor wapen? It's shit. AS-50. Fucking anti-materiaal op mensen. Kijk, ik schiet gewoon short range M136's in dat ding nu. Ik ga wel kijken hoe lang het duurt tot het stuk is, maar. Flee. Het zag er al aardig irresponsive uit. Is dat op ons gemikt? Nee, die raket bedoel je. Ja. Nee, die tank die staat hier vlak naast, maar ik heb hem gekild. Nee. Oh ja hoor, ik schiet één gast neer, krijg direct 5 kogels in mijn nek. Kap met allemaal in dat bosje zitten. Wat is het voor muur? Aan de kant. Fuck it, ik ga gewoon raketten op dat bosje schieten. Jongen, fuck hun shit. Ik weet het. Waarom denk je dat ik met antimateriaal op mensen zit te schieten? Hetzelfde reden. Oké, okay, shit. Ik schiet gewoon door de borden heen. Worden geflankt. Welke flank? Linker. Ik ben bijna aan het killen hier. Oh. En ik werd gekild. Oh jongens, ze zitten hier vlak achter ons. Like. Ik liep hier het hek uit en ik zie gewoon twee Russen. Oh. Bij onze. Basically achter onze ammo. Serieus? Pretty serious. Nou, wat was dat? Godsnaam. Werd ik nou gekild door een van onze M2 machine guns? Oh, er is gewoon een Rus die zit achter die M2 machine gun. Daarom leek het alsof ik door een M2 machine gun werd gekild.
Dat is ook niet helemaal de bedoeling. I'm not sure what's happening. Ik werd vermoord door een tank. Een tank? Ja. Wat voor een? Oh, er staat gewoon nog een BMP-3. Hoe kan dat? Ik heb er maar één gespand. It revived. Nee, die andere... Nee, er staat er eentje te branden naast onze... Oh. Zie je die smoke plume? Dat is er één. Oké, okay. Nou ja. Dan moeten we daar maar M136 in gaan duwen. Dat was een kill trouwens. Oh, daar komt hij. Waar is hij dan? Voor. Allemaal last van me. Ja, ik kan dat. Ja, die heb me ingehaald, ik heb kills. Wat voor gun heb je? M14 CCA. Cool. Dit is een sniper team. Auw. Ik ging net achter iemands been schuilen en dat werkte ook nog. Van een friendly? Auw. Nee, of wel. Ja, dat is mijn vorige korps. Ja. Oh. I don't even know what happened. That killed the crab. Misschien heb ik te veel vijanden gespand. Nee. I'll just make sure that happens. Eén fireteam, Jelle. Niet meer. Ja. Oké, dus als ik die boom wil raken, dan moet ik zo schieten. Heliden. Heli, Jelle, kom op. Ik gaat in ieder geval die fucking tank even volgens killen waarschijnlijk. Oh, ik ben nu door allemaal heen. Oké. Zo, ik ga ervan uit dat dat de tank was. Oh, dat was de heli, of niet? Nee, dat vliegt nog. Oh, oké. Okay. Anders kill. No. Wat is dit nou weer dan? Een M2 machine gun bij onze base die waarschijnlijk door een Rus is gemount. Schoot op mij namelijk. Oh. Fuck. Oh, in het veld. Gezellig. Did you die? I died. Wat, die vent die loopt er gewoon een beetje grenades te gooien. Oh, het smoke. Auw, for fuck's sake, Jesus. Ik kan geen reet meer raken, dus ik heb alleen maar één kans. Dus dichterbij komen. Oh. Never mind that. Er ligt nog ergens een sniper team. And he took it. And he died. There's only one chance. Paf. Oh. Oké, het is onmogelijk om iemand te raken met noobtubes. Ik weet niet waar dat ding voor gemaakt is, maar niet voor mensen. Voor honden. Voor honden? Ik eraan vast. Hoe is dat praktisch? Oké. Full house. Duurde ook even om de daar. En nou een loop. Dank je dan. Nee,
50. Ik ga proberen die tunnel te doen. In een bocht. Dat kan niet, je bent breder dan dat. Ja, maar daarom ga ik in de bocht erin. Oh, fucking... Ik dacht dat daar die tunnel al was, maar ik moest de straat verder zijn. Stap eens bij mij in. Dan gaan we even een trucje doen en dan fix ik die andere missie. Ik ren ook echt door de propeller heen. Hey. Zeker dat je niet het andere vliegtuig moet pakken. Nee, deze heeft hull damage, dat is spannend. Ik waarom niet... heb jij een paard? Wat ben jij voor... Ben jij die vet van Left 4 Dead? Nee, maar ik ben... Wat? Je bent die opa van Left 4 Dead. Hallo. Dat is het. Ja, je moet veel meer langs de kust komen, ja. Ja, ik zie je niet, ik zit in first person. Ah ja. Ik zit ook in first person. Ja. En je kunt niet vanaf die kant. Nee, van die kant kan niet. Okay. Die berg, daar heb je nooit genoeg tijd om naar beneden te zakken. In dat geval? Nou, ik neem aan dat ze toch wel redelijk plat moet kunnen verdagen in beide richtingen, vanwege dat die... Nee, dat is niet hoe je dat doet. Want nu krijg je altitude en dat moet je niet hebben. Kijk dan hoe hoog je zit. Weet je net zo goed via de andere kant kan aanraken. Je moet nu echt heel hard zakken inderdaad. Oh dude, ik heb fucking lens flares in me. Ik kan niet zien waar ik moet zijn. Ga ik goed? Ja hoor. Holy shit! Yes! Oh. Ik wil je nu neerschieten in de cockpit, maar dat kan niet. Ja, gewoon van... Woehoe! Pap. Oh. Shut him in the face. Jeroen! Even hoor, ik maak een broodje. Jeroen, kijk eens naar mijn character! Er is niks mis met mij. Jeroen, kijk! Jelle! Jeroen! It's jump out. Allebei tegelijk uit het vliegtuig. Ik zag jou een fractie van een seconde voordat ik op enter drukte verdwijnen. Hercules kan niet toevallig achteraan draaien, of wel? Ja, als ik geduwd word. Johan, ik kan je wel in de achteruit duwen. Ga je... Oh. Het kan een klein beetje oncomfortabel worden. Een klein beetje? Dat is niet echt eruit. Dus hoe moeten we nu nog opstijgen? Oh. Dat kost mij een gebouw grond in de ramp. Oh. Ik heb mezelf bijna een black gaan trekken. Ja hoor. Wow, ik zit echt naar even letten te kijken. Ja, daar rijdt er iets over de weg. Oh, ik zie het. Yo! Almost mid-air collision crash. Oh shit, serieus? Ik ben gewoon een beetje rond aan de kutten. Blijf even daar staan, zodat jij niet ook doodgaat. Auw. Oké, Jelle explodeert ook echt.